Het eerste wat je, als je dit ziet, denkt, dat is foute boel, hè? Dat kan eigenlijk niet meer. Zo'n zwart meneertje die muntjes naar binnen werkt. Maar het is wel iets uit een verleden waarin dit soort dingen gewoon voorkwam. Ja. Het is van u. Hoe komt u hier aan? Is dat een erfstuk? Nou, uit de familie. Oom van mij was missionaris. Oh, kijk. En hij stond altijd bij mijn ouders op de vensterbank. En onze kinderen hebben er heel veel mee gespeeld. Muntjes ingooien en dan weer uithalen. En, ja. Maar het was eigenlijk een spaarpotje voor de missie. Daar was het voor kinderen bedoeld. In ja. Afrika, althans, dat is wat wij ons nog kunnen herinneren. Nou ja, dat was zo. Hè? De capsules van melkflessen gingen allemaal naar de negertjes in Afrika. Ja. Ja, dat was in die tijd was dat helemaal niet zo raar als je dat zei. Doet hij het nog? Ik denk het wel, want er liggen munten bij. Mag ik zo vrij zijn? Ja. Neem hem daarin. Dan druk je hierop. Je kan zeggen wat je wil, maar het is natuurlijk wel voor die tijd was dit natuurlijk een heel intrigerend speelgoedje. Het begon eigenlijk, het is een American Banks, noemen ze het. Dat is echt gietijzer uit. Ze zijn 1860 begonnen. 1869 om precies met te zijn. Met die dingen te maken? Ja. En dan ging je zo, het was voor Europa het Victoriaanse tijdperk, zou je zeggen. Dus je kreeg ineens met een speelgoed en ook deze apparaten, deze banks, deze spaarpotten. Kwam omdat het dan, de mensen hadden meer geld, de middenklasse. En dus de kinderen konden ook sparen en de mensen ook. Ja. En toen zijn ze begonnen met deze gietijzeren spaarpotten te maken. Moeilijker voor een taxateur is echt te zeggen, hoe oud is deze? Ja, want ze hebben ze heel lang gemaakt. Ja, yes, tot 1903 in feite. Maar toen zijn ze in 1930 begonnen met replica's. Want het liep als een trein. Iedereen wilde dat hebben. En dus dat gingen ze namaken. Waar moet je nou als taxateur echt om denken? Je ziet vaak aan de krakelee in de verf. Mm-hmm. Dan voel je, en dat zie je dat het is verdwenen. Dat is natuurlijk de oude verf. Daar zie je vaak aan. Deze heeft ook een prachtig die gaten in zijn hoofd. Waarom is dat? Ja, dat was dan zo. Ja. Ja. Ja, dat hebben ze gemaakt in die tijd. Na de hand hadden ze gewoon dichte koppen en schouders. Nou ja, het scheelde ijzer misschien. En je kan zien hoeveel erin zit. Ja, precies. Het kwam ook leuker. Ja. En dus je kunt het aan de verf zien. Je kunt het aan de maat zien. Dus na de hand werden ze wat groter. Dus dat scheelt niet veel, maar allemaal net even. De verf kun je heel duidelijk aan zien dat het een veel fellere kleuren heeft als de verf die vroeger gebruikt werd. Dus daarom is het wel leuk dat je eigenlijk met zekerheid kunt vaststellen dat die tussen 1875 en 1903 gemaakt is. Oké. De beroemdste is ook van Roosevelt. 19... Ook de kop van Roosevelt. Ja. En die ook een hapje neemt. Ja, en dat is met dat beertje. Dat was natuurlijk de teddy heeft hij gered, de welp. En dus die was toen. Dus karikaturen. De dankere mannen en vrouwen. De Indianen. En zoveel Uncle Sam. Maar nu is het wel een verzamelobject geworden. En daarom schat ik deze gietijzeren spaarpot, schat ik op ongeveer een €495. Ik rond het gewoon af op €500. Dat is goed. Ja. Ja. Leuk. Ja, leuk. Goh. Dat is toch leuk, hè? Een bijzonder verhaal, hè? Ja.